Ja, en u kunt ook nog eens kijken naar de sfeerbeelden van de activiteit op het Spuiplein. Altijd een gezellige drukte en zeker op deze Koningsdag met een heerlijk oranje zonnetje. Wat ook een probleem bleek te zijn, was het rijden met het treintje Cornelia door het dorp. Door de subsidie werd dat ook minder en de Oranje Vereniging was genoodzaakt het ook te schrappen. Maar opnieuw stond het treintje Cornelia op en bracht veel kinderen een gezellig rondje door het dorp heen. Honderden kinderen maakten gebruik van dit aanbod. Ze stonden in de rij, want iedereen wilde met treintje Cornelia een tochtje maken door het dorp. Het was opnieuw mogelijk gemaakt door de stichting. En wat is het treintje Cornelia ons allemaal waard? Geweldig, zo'n initiatief. Dus honderden kinderen waren gelukkig met een mooi rondje met het treintje Cornelia. We kijken natuurlijk al eruit naar Koningsdag 2016, waar we opnieuw verwachten en hopen dat het lekker weer wordt. En dat 's ochtends natuurlijk in alle vroegte weer de herauten rondrijden om u wakker te toeteren vanaf 7:30. En 's middags gezellig de kinderen met treintje Cornelia een mooi ritje kunnen maken door ons dorp. Dus tot Koningsdag 2016.